Welkom bij Quickplan. Maak een nieuw projectdocument. Tik op het pictogram document om het project te openen. Voer de naam van de taak in en tik op de toets volgende op het toetsenbord om een nieuwe taak toe te voegen. U kunt één nieuwe taak tegelijk toevoegen of meerdere taken in badges. Veeg naar links en rechts om de inspringing te vergroten en de inspringing te verkleinen, wat het organiseren van taken in een boomstructuur zeer efficiënt maakt. Druk iets langer op een taak en veeg omhoog en omlaag om de volgorde van de geselecteerde taak in de groep te wijzigen, of verplaats de taak tussen groepen. Veeg naar links en rechts over een taak om de datum van de taak te wijzigen. Veeg horizontaal over een groepstaak om de datum van alle subtaken in de geselecteerde taakgroep in één keer te wijzigen. Samenvouwen en uitvouwen. Tik met twee vingers om alle taakgroepen in het project in één keer uit te vouwen of in te klappen. Dubbel tikken om de geselecteerde taak in de inspecteurs te bewerken. Wijzig de kleur en wijzig andere attributen in de inspecteurs. Een nieuwe taak invoegen. Verwijder de geselecteerde taak. En u kunt ook alle taakattributen in de lijst bewerken. Converteer een taak naar een mijlpaal en converteer een taakgroep naar een subproject. Open het subproject. Updates in het subproject worden tegelijkertijd toegepast op het hoofdproject. Tik op een taak in de overzichtslijst om deze te selecteren en zichtbaar te maken in de gantgrafiek. Dubbeltikken op het lege gebied in het diagram doet hetzelfde. Zoom in en uit het diagram met het knijpgebaar of door op de corresponderende knoppen in de werkbalk te tikken. Quickplan ondersteunt het maken van taakkoppelingen met intuïtieve gebaren. Tik op taken om ze te koppelen. Wijzig de hoogte van de takenrij. Toetsenbordsnelkoppelingen maken plannen nog efficiënter. Het is de moeite waard om ze uit te proberen. Tik op de projectnaam in de werkbalk om projecteigenschappen te configureren. Configureer de hulpbronnen van het project. Configureer de projectkalender. Tik op de data om te schakelen tussen werkdagen en niet-werkdagen. Druk lang op een kop in de lijst om de zichtbaarheid van de taakkolommen te wijzigen. Quickplan biedt een verscheidenheid aan opties om de gebruikersinterface aan te passen. Exporteer het project als MS Project bestand in XML formaat. In Windows PC kunnen we dit XML bestand openen met Microsoft Project. En QuickPlan ondersteunt het importeren van het XML-bestand gegenereerd door Microsoft Project. QuickPlan ondersteunt synchronisatie van projecten via iCloud Drive. We kunnen de projectbestanden in iCloud Drive openen en wijzigen, en de wijzigingen worden automatisch gesynchroniseerd met andere iOS en macOS-apparaten. Op de Mac kunnen we bijvoorbeeld rechtstreeks toegang krijgen tot de projectbestanden in iCloud Drive. Op de website van de app vindt u Frequently asked questions, een online gebruikershandleiding. Best practices en meer. Neem contact met ons op als u hulp nodig heeft, en uw ideeën zijn van harte welkom.